Welkom bij Studio Data. Wij zitten vandaag bij de Big Data Expo, de jaarbeurs in Utrecht. En in deze aflevering we gaan praten over de combinatie tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Vandaag wij praten met Mark Salomon, professor hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. Welkom Mark. Dankjewel. Het is een plezier met jou te praten over Zeker. Wat kan onderwijs betekenen voor het bedrijfsleven in Nederland. Ja. Kan je iets meer vertellen over wat jullie doen bij UvA? Ja, wij doen dingen op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek als valorisatie. En wij vinden het heel belangrijk dat in ons data science en AI onderwijs en onderzoek er nauwe samenwerking is met het afnemend veld. Dus met de plekken waar onze studenten gaan werken. Het bedrijfsleven en de overheid. En wat doen jullie daar? Ik heb gehoord dat jullie zijn een paar labs begonnen met bedrijven. Ja, we hebben een heel succesvol concept aan de UvA. Waar we samen met het bedrijfsleven zogenaamde labs starten. En een lab bestaat uit een aantal PhD-studenten. Dus mensen die hun proefschrift gaan schrijven. En een research agenda die interessant is voor de universiteit en voor het bedrijfsleven. We hebben bijvoorbeeld labs met Albert Heijn, het Air Lab. We hebben labs met de politie. We hebben labs met Vivat, een verzekeraar. En we zijn nog bezig met een heleboel meer labs. En wat zijn de verwachtingen van bedrijven van zo'n programma? Ik denk dat bedrijven doen zo'n programma om twee redenen. De eerste reden is innovatie en onderzoek. Dus gewoon productontwikkeling. En de tweede reden is in contact komen met toptalent. Dichter bij het toptalent komen. Of je succesvol als bedrijf bent of niet, hangt toch heel erg af van of je in staat bent om toptalent aan te trekken. En dit zien bedrijven ook als een investering in het aantrekken van toptalent. De investering in zo'n lab. Er is altijd die discussie. Wie trekt wie? Is het onderwijs, de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek? Gaan straks trekken bedrijfsleven of de behoefte van bedrijven leiden tot ontwikkelingen in jullie onderwijsprogramma. Ja. Hoe zie je dat eruit? Nou, ik denk dat het echt tweerichtingsverkeer is. Wij proberen in al onze onderwijsprogramma's heel nauw contact te hebben met het bedrijfsleven en heel nauw te volgen wat daar speelt. Onder andere via die labs. Maar we hebben ook veel hoogleraren die ook in het bedrijfsleven werken. Dus die een part-time aanstelling hebben bij een bedrijf en een part-time aanstelling bij ons. En op die manier proberen we zowel in ons onderzoek als in ons onderwijs de inhoud goed af te stemmen op wat het afnemend veld wil. En daarnaast moeten we natuurlijk ook de mensen de basistheorie leren. Dat is een beetje onafhankelijk van wat bedrijven willen. Dat is gewoon wat je nodig hebt om dingen te kunnen doen. Precies. En er is wat wij zien in de laatste jaren qua ontwikkeling in de markt en onderwijs is de proliferatie van traineeprogramma's. Dus je ziet bedrijven zoals Xomnia, Good Data Driven, die zijn traineeprogramma's aan het ontwikkelen voor masterstudenten bijvoorbeeld. Ja. Dus ja. Als een student is klaar met de master, dan gaat via zo'n trainingprogramma een jaar. Hoe zie je dat, dit soort ontwikkeling? Ik vind dat heel erg goed. Ik denk altijd hoe meer mogelijkheden er voor mensen zijn om onderwijs te volgen, hoe beter. Wij doen zelf ook dat soort dingen, lifelong learning. Dus wij benaderen zelf ook mensen die bij ons afgestudeerd zijn of zij daarna nog onderwijs willen volgen. We hebben daar ook een breed palet aan opleidingen voor. Onder andere onze MBA in Big Data. Een opleiding voor mensen die een kwantitatieve achtergrond hebben en willen leren hoe je kwantitatieve methoden in het bedrijfsleven kan toepassen. En dat is heel nuttig voor mensen die natuurkunde, wiskunde, biologie, psychologie, allerlei andere studies gedaan hebben. Maar in het algemeen vind ik het breed aanbod van data science opleidingen heel erg goed. Want ik denk dat allerlei banen veel meer data gedreven worden. En het dus echt nodig is dat mensen die opleidingen krijgen.
Je hebt de markt genoemd, de MBA in Big Data. Jullie waren een van de eerste programma's misschien in Europa. Ja. Hoe is het zo'n programma tot stand gekomen? Hoe is het om zo'n pionier te zijn? Nou, het programma is eigenlijk tot stand gekomen doordat bedrijven tegen ons zeiden van wij willen mensen omscholen. We hebben hele goede mensen die wiskunde gestudeerd hebben of natuurkunde. Alleen ze hebben weinig kennis van finance, marketing en hoe je kwantitatieve methoden binnen finance en marketing toepast. Dus toen zijn we gaan nadenken. En toen hebben we samen met het bedrijfsleven, er zijn veel bedrijven betrokken bij die MBA, hebben we een curriculum ontwikkeld. En dat draait nu inderdaad 5 jaar. En ik meet het succes van zo'n opleiding altijd af aan de banen die mensen daarna krijgen. Een hoop mensen die die opleiding gedaan hebben, zijn nu binnen hun bedrijf hoofd van een data science afdeling. Dus ik ben daar heel tevreden over. En er is deze discussie, Mark, over hoe maken wij studenten klaar voor de toekomst. Ja. Wij hebben een stelling gevraagd hier in de beursvloer. Ja. En wij willen zien wat voor meningen zijn tussen onze bezoekers. Dus misschien kunnen wij deze stelling kijken leuk. En dan zien wat heel je denkt. Goed. Ja. Om studenten klaar te stomen voor de toekomst, zal het onderwijs meer data gedreven moeten worden. Ik denk dat de toekomst steeds meer om mensen vraagt die een bepaald specialisme hebben. En ik denk dat een data gedreven onderwijs dat mogelijk maakt. Ja, zeker nu de data hoeveelheid en de analyse toeneemt, is het wel goed om mensen daarop voor te bereiden. Dus ja, dat treft zeker mee eens. Ik vind als we meer richting de toekomst, we gaan ook meer richting de toekomst, data gedreven. Dus ook zeker onze leerlingen moeten daarin mee. En moeten mee in die data gedreven aanpak. Dus dit zijn de aanwoorden van onze bezoekers. Misschien kunnen wij in 2 delen splitsen. 1 is UvA, data gedreven omgaan met jullie studenten. En die andere is skills voor de toekomst. Dus de eerste vraag, Mark. Ik zie bij data gedreven onderwijs zie ik eigenlijk 2 dingen. Het ene is mensen goed voorbereiden op dat je met data leert omgaan in bedrijven. Dus dat veel meer dingen kwantitatief worden. En dat je naast goede kwalitatieve skills ook goede kwantitatieve skills moet hebben. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar het andere element wat ik erin zie is dat universiteiten heel veel profijt zelf kunnen hebben van data die ze verzamelen over studenten. Namelijk, wat is de beste manier dat een bepaald vak gegeven kan worden? Wat voor oefeningen kan je daar het beste geven? Hoe kan je zien als mensen afhaken in een vroegtijdig stadium? En dat soort dingen hebben wij zelf heel veel aan. En zijn wij zelf ook mee aan het experimenteren om dat voor elkaar te krijgen. Dus om veel meer te doen aan het volgen van onze studenten. Om ervoor te zorgen dat onze studenten zo goed mogelijk een onderwijsprogramma kunnen volgen. Dus het is, jullie klanten zijn jullie studenten. Ja. En hoe kunnen jullie klanten beter bedienen? Ja. Dan over studenten. Iedereen is aan het zoeken. Wat voor beroepen hebben wij in de toekomst? Ja. En dat is nog een beetje onzeker. Hoe kunnen jullie studenten ondersteunen om klaar te zijn voor de toekomst? Ja, nou ik ben zelf decaan van de bedrijfskundefaculteit. En ik heb 5 jaar geleden al gezegd, als je als manager of als afgestudeerde bij ons geen kennis hebt van data, dan kan je over 5 tot 10 jaar van nu geen goede banen meer krijgen. Dus wij zijn overal in onze curricula vakken aan het toevoegen om mensen daarop voor te bereiden. Wat niet wil zeggen dat je de vakken die we traditioneel geven, de managementvakken, de meer kwalitatieve vakken, de vakken hoe je goed met mensen omgaat in teams, dat die onbelangrijk zijn geworden. Beide is heel belangrijk. En wij proberen dus mensen breder op te leiden en expliciet in alle opleidingen aandacht te besteden aan het gebruik van data. Dat is hoe we mensen voorbereiden. En hoe het precies zal gaan met de banen, dat is heel moeilijk te voorspellen, denk ik. Hoe lang bijvoorbeeld het beroep van vrachtwagenchauffeur nog zal bestaan. Of hoe lang het beroep van radioloog nog bestaat.
Of dat er misschien software komt die MRI-scan zelf kan lezen, zonder tussenkomst van de radioloog, advies geeft over een behandeling. Dat is toch heel moeilijk om dat te bepalen. Maar het blijft zo, denk ik, zeker met die onzekerheid. Het is heel belangrijk dat je mensen datavakken meegeeft tijdens een studie. Alle mensen. Dat betekent dat ook universiteiten moeten agile gaan werken en snel zich aanpassen naar ontwikkelingen in de markt. Hoe zie jij de verschillende universiteiten in Nederland, de cultuur en de mentaliteit bij de universiteiten om snel dit soort veranderingen in de markt te anticiperen? Het is iets waar ik wel tegenaan loop, waar ik ook wel tegenaan hik een beetje. Er zijn mensen, een klein percentage mensen pakt dat heel snel op, nieuwe ontwikkelingen, wil snel met nieuwe ontwikkelingen aan de gang en daar onderzoek in gaan doen. Maar er is ook een groot deel van mensen helaas waar dat heel lang duurt. En juist ook daarom is die samenwerking met de buitenwereld, met het bedrijfsleven zo belangrijk. Omdat dat ook een katalysator is voor onze mensen intern om te veranderen en andere dingen te gaan doen. Dus ik vind dat een heel goede vraag. En ook iets waar ik soms echt mee worstel, hoe ik dat voor elkaar krijg. Als ik zou kijken naar de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven, ik kan me voorstellen, soms zijn er wat voor conflicts of interest. Of misschien kan je bedenken, bedrijven willen onderzoek in een bepaalde richting sturen. Hoe ziet dat uit bij jullie? Wat zijn de uitdagingen met dit soort samenwerking? Omdat het is helemaal nieuw voor bedrijven. Is ook een heel goede vraag. Bij de opzet van die labs is dat altijd wel het punt waar het langst over wordt gesproken. Dat is onafhankelijkheid van onderzoek, wat wij eisen. Wij moeten vrij kunnen publiceren en willen zeker niet gedreven worden in een bepaalde hoek van uitkomsten van onderzoek. Daar laten we ons niet voor gebruiken. Wij willen onafhankelijk onderzoek doen. Dus er kunnen ook dingen uitkomen die zo'n sponsor niet zo ziet. Die eigenlijk tegen het belang zijn. Maar dat is een risico wat je samen neemt. En uiteindelijk zijn we met alle partijen waarmee we in onderhandeling zijn geweest, zijn we daar uitgekomen. En zijn er contracten afgesloten die het mogelijk maken om gewoon vrij te publiceren, data te delen en dingen open te hebben. Omdat voor bedrijven is het ook een afweging. Of je doet zo'n lab niet, dan heb je moeilijker toegang tot toptalent en gaat misschien innovatie langzamer. Of je doet het wel en je loopt dan een klein beetje risico dat je misschien een competitief voordeel sneller kwijt bent, omdat het sneller openbaar of publiek is. Dat is een afweging, maar de meeste bedrijven waar we mee gesproken hebben, die hebben er toch voor gekozen om zo'n lab te beginnen. En Mark, wat wordt verwacht van zo'n bedrijf? Hè? Het is niet alleen ik ga meedoen aan onderzoek en ik verwacht om alle resultaten te gebruiken. Nee. Wat moet ik opleveren aan zo'n samenwerking? Er zijn eigenlijk drie belangrijke dingen die een bedrijf levert in zo'n samenwerking. De ene is domeinkennis. Een bedrijf heeft vaak van een heel klein domein heel veel kennis. Vaak meer kennis dan er aan de universiteit is. Dus dat is heel fijn voor ons. Dat zorgt er ook voor dat wij die kennis krijgen. Ten tweede data. Als je tegenwoordig in toptijdschriften wil publiceren, de meeste mensen kennen de standaard technieken wel. Wat onderscheidend is, is dat je over unieke data kan beschikken. En via zo'n lab kunnen we over unieke data beschikken. En het derde punt is financiële ondersteuning. De budgetten die de overheid geeft voor allerlei ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs aan universiteiten zijn niet toegenomen de afgelopen jaren. Dus het is fijn dat we toponderzoek kunnen blijven doen door sponsoring ook vanuit het bedrijfsleven. Mark, ik zie deze zijn geweldige tijden om bezig te zijn in onderwijs en bedrijfsleven. De kansen zijn eindeloos. Ik ben echt blij dat ik had de kans om met jou vandaag te praten. Is een boodschap je wil nog sturen naar onze bezoekers bij de Big Data Expo of naar toekomstige studenten? Ja, ik denk er zijn natuurlijk een hoop bedrijven die de weg naar de universiteit gevonden hebben voor samenwerking. Er zijn ook een hoop bedrijven die die weg nog niet gevonden hebben. En die bedrijven zou ik willen uitdagen om eens contact met mij op te nemen om te kijken of we samen leuke en goede dingen kunnen doen.
Bedankt Mark. We hebben vandaag met Mark Salomon van de Universiteit van Amsterdam gesproken over onderwijs en bedrijfsleven. Ik was jullie host, Julio Pedoncelli, en dit was Studio Data vanaf de Big Data Expo in Utrecht. Dank jullie wel.